Hey, vet dat je weer kijkt. Welkom weer bij een heerlijk ochtendje. Ik heb net al een hele tijd een groene specht staan te filmen die lekker zat te roepen boven in een boom. Schitterend gezicht, mooi tegenlicht van de opkomende zon erbij. Prachtig vogeltje. Dit was overigens een vrouwtje. Miste de rode streep onder de oog. Daar herken je de vrouwtjes van de groene specht aan. En ik heb voor vandaag een kleine uitdaging gesteld. Ik wil in ieder geval 3 soorten spechten spotten. Dus de groene, de zwarte en de grote bonte. Ik ben benieuwd of het gaat lukken, maar ik ga mijn best ervoor doen. Hoi hem, goedmakertje. Hij zit hier om me heen gewoon nog steeds te roepen, die groene specht. Ik ga nu op zoek naar de andere soorten, want die grote bonte en die zwarte, die moet ik ook nog vinden. Want dat hoort nu even bij mijn uitdaging vanochtend, jongens. Ik ga verder. Dit is wel leuk, hè? Hier boven mij zitten allemaal zangvogeltjes. Heel veel sijsjes, wat vinkjes. Ik heb nog een cape gezien. En die zitten hier zo lekker boven mij al die zaadjes uit die larix te snoepen. En dat is gewoon schitterend. Dat gepiep en gekwetter. Een heerlijk ochtendconcert. Moest ik wel echt even verstoppen. Als je trouwens echt een ideale tijd zoekt om spechten te gaan kijken, ja, dan heb je echt nu het voorjaar, zeg februari, maart, begin april, dat is ideaal. Waarom is dat ideaal? Dan zijn ze volop aan het baltsen, dus dat betekent veel herrie maken, roepen naar elkaar, maar wat spechten natuurlijk ook doen, roffelen, en daar kan je ze ook heel mooi aan lokaliseren. En er zitten nog geen blaadjes aan de bomen, en dat helpt echt als je spechten wil gaan kijken. Want als zo'n specht ergens in een boom zit, tegen een tak aan, en er zit vol met blad, dan ga je hem niet zien hoor. Maar nu is alles nog kaal, dus dan heb je extra kans om die spechten wel te zien. Dus dit is dé perfecte tijd om op zoek te gaan naar spechten. En die is ook binnen, de grote bonte specht. Misschien herken je hem wel. Het kan zijn dat hij bij jou in de tuin gezeten heeft. Dat is een vogel die ook redelijk veel in tuinen, stadsparken voorkomt. En er eigenlijk best wel algemeen is in Nederland. Maar het blijft een prachtige vogel. Mooi zwart-wit getekend, rode kleuren op zijn kop. Ja, het is gewoon een schitterend vogeltje. Ik moet zeggen, ik heb er nog wel even wat moeite voor moeten doen vanochtend. Want ze zitten overal. Maar ze dan net eventjes zien te vinden. Het is toch een klein vogeltje dan. Die moet je dan net ook treffen. Maar die is binnen. Nu op voor de laatste, zwarte specht. Zou je altijd zien, hè? Dan hoor ik zwarte spechten, dan zie ik ze notabene, maar dan vliegen ze door. Niet op beeld kunnen krijgen. Maar ik ga het later vandaag nog even mijn geluk beproeven op een plekje waar ik altijd eigenlijk wel prijs heb. Dus zie je dan weer. En daar zijn we weer. Einde dag. Weer even terug om hopelijk nog de zwarte spechten op film te krijgen. Ik heb ze alweer gezien en gehoord, dus ze zijn zeker aanwezig. Maar ja, dan moet je ze nog wel zien te vinden, hè? Omdat ze eventjes blijven zitten voor de camera. Wens me succes.
uitdaging geslaagd. De laatste, de zwarte specht, ook fantastisch op beeld kunnen krijgen. Vloog lekker veel rond, zat te roffelen, zat te zingen en te roepen. Genieten. Ik ben echt heel blij dat het gelukt is. De grote bonte specht, de groene specht en de zwarte specht. En dat allemaal op één dag. Top! Ik ben heel benieuwd wat jij de mooiste specht vond. Laat dat even weten in de comments. Vergeet geen like achter te laten. Zie ik jou de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei! Vond je dit nou een vette video en zou je hier graag meer van willen zien? Vergeet dan niet even te abonneren. En dan kan je ook meteen de vorige video kijken. Tot de volgende keer.